Geachte amyotrofe laterale sclerose. Ik spreek u met tegenzin aan, met respect. Nochtans haat ik u uit het diepst van mijn hart en huivert waar ik elk vezel in mijn lichaam bij het horen van je naam. Respect, omdat je de eerste bent in mijn ganse leven die erin slaagt mij op de knieën te krijgen. Buigen dus, maar barsten, die eer hou ik aan mezelf. Vanaf de dag dat je ons leven bent binnengekomen, gedraag je je als een slang, een wurgslang wel te verstaan. Je omsloot mijn lichaam met een onoverwinnelijke kracht. Je verlamde me en perste alle lucht uit mijn broze lichaam. Je ontnam mij mijn duurste goed, mijn gezondheid en mijn vrijheid. Je verplichtte me om me continu aan te passen aan wijzigende omstandigheden. Het kostte en kost me nog steeds bloed, zweet en tranen. Maar dat was niet genoeg. Ook mijn gezin, familie en vrienden moesten eraan geloven. Je ontnam mijn kinderen de kans om samen met hun papa in de tuin te ravotten. Op vakantie te gaan, op een papa die hen niet alleen in woord, maar ook in daad kan bijstaan. Je ontnam mijn vrouw de kans op een onbezorgd gezinnetje. Mijn schoonouders op hun rustige oude dag. Het is mooi te zien dat er mensen zijn die geloven dat er meer is dan dit leven. Dat er ook nog iets bestaat hierna. Ik benijd ze wel. Zij dit verlaten voor iets moois, iets verlichtends, iets eeuwigs. Helaas verhindert mijn rationele geest mij te geloven in dergelijk perspectief. En dient het voor mij nu te gebeuren. Terwijl ik erbij ben met mijn volle verstand en in de mogelijkheid te communiceren op welke wijze dan ook. En laat dat nu hetgene zijn, geachte amyotrofe laterale sclerose, wat je mij tot op vandaag nog niet hebt kunnen afnemen. Het leven. Ik zeg je dit niet om je uit te dagen of om het zogenaamde lot te tarten. Nee, ik zeg je dit om je duidelijk te maken dat er tal van krachten zijn die jou het leven zuur kunnen blijven maken. We staan al een tijdje samen in de ring, maar de handdoek die wordt niet geworpen. Ik weet dat ook mijn tijd gaat komen. Het voorbije jaar heb ik tal van moedige ALS-strijders naar de eeuwige jachtvelden zien vertrekken. Strijders, geen martelaars, met opgeheven hoofd en met een luide schreeuw naar de maatschappij, het is genoeg geweest. Dank jullie wel daarvoor, Paul, Pim, Miron. Je hebt me ook dingen geleerd, een bepaalde zaken leren inzien. Ongetwijfeld, ongewild heb je soms ook voor vele mooie warme momenten gezorgd. Maar vandaag wil ik je ijdelheid niet strelen en wil ik graag eindigen met de woorden waarmee ik begon. Ik haat je. Om dit en andere gelijkaardige verhalen in de toekomst te helpen vermijden, zijn we gestart met de VZW en Hart voor ALS en richten we een fonds op binnen het Leuvense Universiteitsfonds aan de KU Leuven. Graag informeren we u ook over onze deelname aan Music for Life en voor de sportievelingen onder u organiseren we in 2018 voor de derde maal op rij de Ortler Mountain Challenge in Italië. Meer informatie vind je hierover op onze website www.eenhartvooraals.be en www.ortlermountainchallenge.com. Dank jullie wel.